Goedendag, welkom bij een nieuwe video van analist.nl. We gaan deze video kort aandacht besteden aan de rendementen van de Belgische aandelen. We gaan hiervoor naar de linker menu, de buy and hold rendementen voor de aandelen van ieder jaar, van ieder land tot heden. U ziet hier in de pull-down alle landen die wij dekken. Dat zijn bijna alle Europese landen en diverse Aziatische en Amerikaanse landen. Dus, en ook Zuid-Amerikaanse landen, alfabetisch genoteerd. Kijk in het kort naar de valuta. Bijvoorbeeld als we willen kijken naar de rendementen van de Belgische aandelen. Dan zien we, of de Europese aandelen in instantie natuurlijk, dat het gemiddelde Europese aandeel ruim 12% onder water staat dit jaar, year-to-date. Eerder dit jaar was het verlies nog veel groter, was het bijna ruim 25%. Dus het verlies is al behoorlijk ingezakt. Dus beleggers die uit paniek zijn uitgestapt en die stappen nu weer. Die willen nou weer instappen. Die staan nu tegen fors hogere koers alweer te kijken. Dus we hopen dat de meeste beleggers in tijden van dit soort paniek gewoon eens blijven zitten. Want Warren Buffett zegt ook niet voor niets dat als er enorm uitverkopen zijn in de winkels, dan moet je juist aan de winkel toe. En zo geldt hetzelfde ook voor de aandelenbeurzen. Dus als de koers omlaag gaan, dan juist bijkopen, want dan worden aandelen gekopen. Maar dat blijft de grote massa toch nooit begrijpen. We gaan nu kijken naar de rendementen voor de Belgische aandelen. We zien hier hetzelfde als de Europese ongeveer. Gemiddeld staat het Belgische aandeel een goede 12% lager. Dus in lijn met die in Europa. We zien hier dat gemiddeld over de afgelopen 10 jaar, dit zijn de gemiddelde rendementen per instapjaar, dus 10 jaar geleden. Dus als mocht u mei 2010 zijn ingestapt in het gemiddelde Belgische aandeel, staat hij 126% hoger ongeveer. Komt er wel dividend bij, dus dat is eigenlijk een heel fors rendement. Dat is meer dan de Nederlanders die op een kleine 100% zitten. Ook exclusief dividend uiteraard. Kijken nu in het kort, als we de aandelen van België sorteren op rendement, year to date, op de verliezers en de winnaars. Verliezers, dat zien we vooral kleinere aandelen staan, zoals altijd. Want er zijn ook uiteraard veel meer kleinere aandelen dan de grotere aandelen zijn. Maar we zien toch ook wel behoorlijk veel grote namen staan, zoals Bpost. Wat toch altijd nog een hoog dividend leek op te leveren. AB InBev natuurlijk. Wereldhaven. Ja, vastgoed doet het vooral in Europa erg slecht. Andere bekende naam natuurlijk. Ageas, Jensen, EVS, CFE, Bekaar. Zien de rendementen tot tussen de 30 en 40% of bijna wel 50% lager. Ook Solvay en Barco. Dat is een fors lager. Dus dat zijn toch wel de grotere spelers in België die voor fors lagere koersen. Ja, u ziet hier dus vooral voor de grote spelers zoals AB InBev wederom. Ja, dat zijn alleen maar verliesgevende jaren geweest. Mocht u 10 jaar geleden het aandeel AB InBev zijn ingestapt, dan staat hij nog op een winstje tussen aanhalingstekens van 11%. Exclusief dividend uiteraard. Maar goed, dit is al veel minder dan een spaarrekening had opgeleverd over 10 jaars basis. Want als we verder naar rechts gaan, zien we de kortere rendementen over korte termijnen. Ja, die blijven bloed en bloedrood. Dit jaar staat het aandeel AB InBev dus 44% in het rood. Dat zijn natuurlijk gigantische klappen. Ja, dito geldt ook voor Bpost. Ook 44% goedkoper geworden het aandeel. En ja, het maakt niet uit wanneer je was ingestapt. Ieder jaar was het een verliesgevend jaar helaas geweest voor het aandeel Bpost. Kijken we even snel naar de winnaars in België. In Brussel zien we. Ja, dat eigenlijk vooral wederom de kleinere spelers zijn die uitschieters zijn. Ja, logisch uiteraard wat ik zei. Er zijn natuurlijk veel meer van. Unai Learning, Acacia Pharma, SA Belgs, Constructions Aero. Ja, dat zijn vrij hele kleine bedrijven met weinig handel. Option, idem dito. Argenx is een opvallende speler, maar dat aandeel doet het gewoon supergoed. Natuurlijk een biotech speler. Dat blijft in ieder geval afgelopen jaren heel erg winstgevend. Ook de recente weken is het aandeel weer fors gestegen door positief nieuws. Verder zien we UZB, Colruyt, natuurlijk de supermarkten, de voedingsbedrijven, die blijven toch goed overeind staan ten tijde van crisis. Je ziet dat het hele rijtje Ter Beke, Softimat, Turbise, Montea toch nog allemaal in de plus staat dit jaar. Bij de volgende video gaan we verder in op de rendementen van de Amerikaanse aandelen.